Een vrachtschip op de Waal, beladen met zand, is woensdagmiddag doormidden gebroken. Het schip ligt bij de zandwinninglocatie tussen Deest en Winsen. Hoe het schip heeft kunnen breken is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat lekt het schip geen olie. Voor de zekerheid is er wel een olieboom geplaatst. Dat zijn grote absorberende worsten die voorkomen dat er olie in het water belandt. Hoeveel mensen er aan boord waren, weet Rijkswaterstaat niet. Vermoedelijk is de bemanning van boord gesprongen. De scheepvaart onderving geen hinder, laat Rijkswaterstaat weten. Het is nu aan de verzekeraars om het vrachtschip weg te halen. De zandwinning ligt voorlopig stil.